de berovingen van uw Sjoerlakse openingsparade van de Gerstenfeesten. Een kinderparade dus en geen traditionele openingsstoet op zaterdag. En daarom werd die gisteren ten grave gedragen. Een rouwstoet vertrok aan het Bisdomplein naar het stadhuis. Groei nog geen gas op Walters en een bak en ze zijn al goed een boel aan het veranderen. Vorig jaar is de steert afgekapt, nu is de koop afgekapt. Ik vroeg me af wat dat het volgende zou zijn. Guldenboel verkupt naar Live Nation en er een markt trokken was iets van ook. Nou, maar kom, ja, moet even schijnen. Je moet rekening hebben als je in de stoet kwam, daar te duist man kaken. En heel wat volksartiesten vonden dat fantastisch om erin te lopen. En zonder boe of ba wordt dat zomaar afgeschaft. Ook zijn er plots een commissie om de centen te verdelen. Alleen gevoeld in de regelgeving is volop ingetreden. Daarnaast komt er een soort van beoordelingscommissie. Niet alleen naar het financiële, maar ook naar het inhoudelijke. En ja, de Gerstenfeesten zijn ontstaan uit het volk en laten het uit het volk beslist worden. Het is genoeg met de ruil. We gaan allemaal in een grote polonaise. Hier beginnen. Christophe, zet u in positie. Polonaise. Deur. De bel van sleutel.